Wat staat er vanmorgen op Prinsenbeek Nieuws? Gemeente betaalt fonteinen op de markt. Ja, en die een 30.000 euro voor zo'n paar zielige straaltjes, dat is toch ook veel te duur? Als dat vanuit de bevolking moet komen, dan kan dat toch veel goedkoper van die straaltjes? Geef de vrouw van de Batabier allemaal een plast uit en we zijn er. Ja, het ging super. Oprecht, echt. Reacties waren heel leuk. Er was aandacht voor de act. Dat is ook altijd wel fijn bij zo'n vrije avond als dit, zeg maar. Het zat me tot hier met dat gezeik van jullie. Ik kreeg er gewoon een burn-out van. Klaar was toppelijk. Ja, hij was goed. Hij was weer goed. Ja. Hij had lekker de roddels van dit jaar van de beek omhoog. En dat is gewoon heerlijk. Dat is gewoon heerlijk. Daar kunnen we allemaal weer om lachen. Daar kunnen we allemaal weer om gieren. Ja, en dat maakt gewoon leuk. Dat maakt echt zo'n avond, maakt zo'n avond af. En dat is gewoon belangrijk. Dit is de opmaat naar de carnaval. Heb je ook heel erg veel zin in de carnaval? Zeker, we hebben in Boemeldonk hebben we altijd zin in de carnaval. Carnaval is hier eigenlijk nog belangrijker dan nieuwjaar, want je hebt voor de carnaval en na de carnaval. En dit is de perfecte opmaat. Naar het Piepersbal, net als jullie. We zijn bij basisschool De Griffioen, hier in Prinsenbeek, Boemeldonk natuurlijk. En ik ben uitgenodigd om een carnavalsles bij te wonen bij juffrouw Nancy. Goedemorgen. Goedemorgen, Prinska. Ik denk dat ze heel veel vragen hebben aan u. Echt waar? Dat denk ik wel. Drinkt u veel bier als je prins bent, zeg maar? Ja. Waar kijkt u het meeste naar uit tijdens carnaval? Waarom wou je prins worden? Als je je vragen voor zo'n mooie taak hier in zo'n mooi carnavalsdorp, ja, dan zeg je geen nee. En het is gewoon prachtig om het te zijn. Het is eigenlijk het mooiste carnavalsding wat je kunt beleven. En zeker hier in Boemeldonk. Ik heb het idee dat de kinderen hier in Boemeldonk met een extra gen geboren worden. Het carnavalsgen. Verder gestimuleerd door ouders, grootouders en dan nog aangevuld met het Alaaf scholenproject. Ja, dan kan het niet anders of die kinderen worden gek van carnaval. Dat leidt dan tot een eigen carnavalskrant voor en door de jeugd. Maar natuurlijk ook een kinderoptocht waar tussen de 800 en 1200 jeugdige Boemeldonkertjes aan deelnemen. Boemeldonk is gewoon hartstikke groots. Fenne, ik ben fysiotherapeut. Dus ik werk voor mezelf als fysiotherapeut. Ik heb een klein praktijkje. En ik kan dus eigenlijk best makkelijk vrijmaken voor dit soort dingetjes. Carnaval leeft enorm op de basisscholen. De drie basisscholen in Prinsenbeek in Boemeldonk doen mee met het scholenproject Alaaf. 11 lessen waarin kinderen van alles leren over de geschiedenis van het Boemeldonks carnaval. Maar ook voor de toekomst. Wij willen carnaval graag groot houden in Prinsenbeek. En de jeugd heeft natuurlijk de toekomst. Bent u blij met uw hoofddames? Zat u vroeger bij een carnavalsclub? Nou, ik vind eigenlijk dat jullie alleen maar goede vragen stellen. Bij het scholenproject hoort het bezoek van de prins. Ze kunnen de prins vragen stellen over carnaval, over zijn prinschap. En dat hoort er gewoon bij. Ik zie ook een nummer staan in het boekje van het Alaaf-project. Muziekles op zijn biks van Pieter Nijs. Ken je dat nummer al, een beetje? Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En hoe het, nee, ik ken het wel, maar ik ben heel benieuwd hoe jullie dat zingen, eigenlijk. De mensen uit Breda, dat zeg ik aan, naar Boemeldonk gaan de week. En hebben stal nog geen roepselhunkerij. Ga er maar aan staan, Boemeldonk, en niet te ver, zie ik al de groep. Een meer op een bezoek. Wat vond je van de les? Ja, leuke les. Heel leerzaam. En, wat heb je vooral geleerd? Nou, over hoe je carnaval leert. En meer over Prins Kaaf. En wat vind je van de prins? Ja, een goede prins. Nou, gewoon hoe die doet. Hij is spontaan, hij weet veel over carnaval. Hij heeft vroeger ook carnaval gevierd. En, ja.
En ook omdat hij aardig is. En ja, hij kan ook gewoon goed feesten en alles. En je leert van hem. Ja, waarom merk je dat hij goed kan feesten dan? Nou, gewoon de Polonaise, een beetje bewegen en alles. Hey, applausje voor jullie zelf! Nou, wordt het eigenlijk het leukste voor ons als spuiter. De laatste weken dan is het meest te doen. En dan, ja, zoals je ziet, komt kleur op die wagen. Dus dan wordt het eindelijk wat je een beetje in je hoofd had.